Goedemiddag, we zijn van de 5-0. Dames en heren, vanuit de cockpit. Zet uw tablet of smartphone de komende minuten even op vliegmodus voor NH Airtime. Een gloednieuw luchtvaartprogramma met deze keer de spectaculaire eerste landing van deze Nederlandse Dreamliner op de beruchte luchthaven van Sint Maarten. En spotten we wat vliegtuigen bij een mistige polderbaan. Maar eerst. Veel nieuwer kun je ze niet krijgen. Dit is de Airbus A350. Het toestel was voor een eenmalig bezoek langsgekomen op Schiphol. De 2 uur durende vlucht tussen Helsinki en Amsterdam wordt normaal gesproken met een kleinere Airbus uitgevoerd. Deze A350 wordt straks op routes tussen Finland en het Verre Oosten ingezet. Welkom aan boord. Deze Finse A350 zien we voorlopig niet meer terug in Noord-Holland. Maar vanaf het voorjaar van 2016 vliegt een andere airline straks met regelmaat met A350 tussen Singapore en Schiphol. Het was mistig, heel mistig op Schiphol. Deze toestellen landen dan allemaal op de automatische piloot. Op het moment dat het hoofd landingsgestel de baan raakt, gaat de autopilot vanzelf uit en neemt de gezagvoerder of de eerste officier de controle over. Dit is Maho Beach. Een wereldberoemd strandje op het Nederlands-Caribisch eiland Sint Maarten. Prinses Juliana International Airport heeft een van de meest beruchte aanvliegroutes ter wereld. Je kunt de vliegtuigen bijna aanraken. En deze Noord-Hollandse Queen of the Skies behoort tot de favorieten. Amazing, it's incredible, it's beautiful. It's breathtaking, it's also very scary. Er komt een publiekstrekker bij. Het is deze Dreamliner die rechtstreeks vanuit Schiphol de vele fans komt wegblazen. En voor Sint Maarten is het ook nog eens een primeur. De eerste Dreamliner ooit op het eiland. We do have some time.